1. Vitamine B5. Vitamine B5, ook bekend als pantoteenzuur, is onmisbaar voor de vorming van antilichamen die het afweersysteem van het lichaam verbeteren, de genezing van wonden, het voorkomen van vroegtijdig grijs haar, de bestrijding van vermoeidheid, de ondersteuning van de conditie van de huid, de slijmvliezen en het haar. Het is belangrijk om niet meer dan 6 mg van deze voedingsstof binnen te krijgen tijdens de zwangerschap en 7 mg tijdens het geven van borstvoeding. Mensen die aan hemofilie lijden moeten de hoeveelheid B5 beperken, omdat het stolling kan beïnvloeden. Je vindt deze vitamine in voedingsmiddelen zoals lever, eidooier, broccoli, vis, avocado, melk. 2. Vitamine B1. Vitamine B1, ook wel thiamine genoemd, is essentieel om energie uit koolhydraten te produceren. Behalve dat het helpt bij het verteren van vetten en het voorkomen van vroegtijdige grijze haren, verbetert het het functioneren van het zenuwstelsel en verhoogt de mentale flexibiliteit. Het consumeren van voldoende vitamine B1 voorkomt ernstige complicaties van type 2 diabetes. Het helpt ook cardiovasculaire problemen, oogproblemen en nieraandoeningen te voorkomen. Om deze vitamine binnen te krijgen kun je onder andere de volgende voedingsmiddelen nuttigen: zonnebloempitten, volkorenproducten, rozijnen, mais, asperge, noten, peulvruchten. 3. Vitamine B12. Als onderdeel van het vitamine B-complex speelt B12 een belangrijke rol als het gaat om de spijsvertering. Dit komt doordat het voedsel omzet in energie. Vandaar dat men idealiter minstens 4 mg B12 per dag binnen zou moeten krijgen. Deze vitamine helpt bij het herpigmenteren van haar, dat de vorming van vroegtijdige grijze haren helpt voorkomen. Het helpt ook om de oorspronkelijke kleur van het haar te behouden. Voorkom grijze haren door voedingsmiddelen te eten die deze vitamine bevatten, zoals rundvlees, vis, kip, lamsvlees, wortels, broccoli, bloemkool, weekdieren. 4. Lever. Lever is een van de voedingsmiddelen die helpt om waterstofperoxide af te breken, een stof die onder andere bijdraagt aan het ontstaan van grijs haar. Daarnaast is het een product dat rijk is aan catalase, een stof die de effecten van waterstofperoxide tegenwerkt. Bovendien helpt het de natuurlijke haarkleur langer te behouden. Het is echter belangrijk om niet meer dan 4 keer per maand lever te eten. Dit komt omdat het een groot aantal transvetten en cholesterol bevat, die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Zorg voor het volgende bij de bereiding van de lever: beperk de hoeveelheid vet zoveel mogelijk. Voeg er een grote hoeveelheid verse groenten aan toe. 5. Thee. Elke soort thee bevat grote hoeveelheden silicium. Dit mineraal beschikt over de capaciteit om de samenstelling van het haar in zijn natuurlijke kleur te versterken. Silicium helpt het stimuleren van de cellulaire stofwisseling, wat het verouderingsproces vertraagt. Dit bevordert de vorming van vaatwanden die de bloedsomloop naar de haarzakjes helpen bevorderen. Zodoende voorkomt dit alles het vroegtijdig grijs worden. 6. Avocado. Avocado is een uitstekende bestrijding van grijs haar, omdat het onder andere rijk is aan koper. Dit mineraal is essentieel voor bijvoorbeeld de productie van melanine en catalase. Deze twee voedingsstoffen helpen bij het afbreken van de waterstofperoxide dat zich ophoopt in de haarzakjes en vervolgens de verschijning van grijs haar veroorzaakt. Vertraag en voorkom grijze haren met goede gewoontes. Naast het eten van de voedingsmiddelen die we eerder hebben genoemd, is het belangrijk om de volgende goede gewoontes aan te nemen, zoals: vermijd stress. Het leven van een rustig leven zal je helpen om jong te blijven en bovendien grijs haar helpen te voorkomen. Een goede trainingsroutine is een van de beste manieren om te ontspannen. Dat geldt dus vooral voor rustige bewegingsvormen, zoals yoga en tai chi. Boven deze bewegingsvormen minstens 3 keer per week gedurende 30 minuten. Stop met roken. Het gebruik van tabak veroorzaakt namelijk niet alleen kanker. Het is ook een factor die esthetische problemen veroorzaakt, zoals
Het vroegtijdig ontstaan van rimpels, haaruitval, vergrijzing. Wees voorzichtig met hoge temperaturen. Mensen die voortdurend gebruik maken van krultangen, steltangen of andere schoonheidsbehandelingen die het haar in contact brengen met hoge temperaturen, moeten voorzichtig zijn. Idealiter mag je deze maximaal 2 of 3 keer per week gebruiken. Bescherm je haar tegen UV-stralen. Constante blootstelling aan de zon veroorzaakt zowel verschillende soorten huidkanker als vroegtijdige veroudering. Maar dat is niet alles. Ultraviolette straling kan de hoofdhuid beschadigen en daardoor de vroege verschijning van grijs haar veroorzaken. Het is raadzaam om een shampoo te zoeken die je haar tegen UV-straling beschermt, een hoed te dragen en daarnaast vooral niet te lang in de zon te blijven. Je kunt deze voedingsstoffen het beste samen nemen, omdat de B-vitaminen als een groep functioneren. Voorkom grijze haren dus met een dieet dat rijk is aan voedingsstoffen gecombineerd met natuurlijke behandelingen voor het haar.